Ja, luisteraars, u heeft het dus gehoord. Ja, er wordt een film gemaakt over onze wijk, onze woonwijk. Velve Lindenhof in Enschede. En natuurlijk, ja, daar konden wij niet ontbreken. En u heeft het gehoord, vrijdagavond om 7 uur in de speeltuin, het gebouwtje. Ja, daar wordt die film, wordt die gepresenteerd. Komt allemaal kijken. Dit is de wijk Velve Lindenhof en zoals je ziet zijn de huizen kapot. Komen de mensen en gaan mensen. Veel plezier bij het kijken. Wat mooi weer. Wat is jouw naam? Pika. Vertel eens wat over de schilderij als je wil. Dit is het van Heugenstraat van Velve Lindenhof. En kom maar even mee. Dit zijn allemaal schilderijen van school De Kubus. En daarna zijn er ook schilderijen van iemand anders. Van een andere school. Kijk hier bijvoorbeeld. Er staan bij paar kinderen op de namen. Bijvoorbeeld Leo Duncan. En hier hebben ze gesloopt. Er komen nieuwe huizen. Die boom is al jaren oud. Het is een kastanjeboom. Wat is hier gebeurd? Hier wordt het heel veel verlinden van de oude woningen waar die allemaal gesloopt. Er komen straks met goed 2 jaar, dan staat alles nieuwe woningen hier. Maar er waren vroeger de noordwoningen die zo rond de 1945, 1950 gebouwd zijn. Ik ben zelf ben ik hier geboren. Ik heb vroeger in de Vallenoeta gewoond, dat daar eentje verder achteraan is het daar. Daar heb ik zo mijn dingen zo rond de 20 jaar heb ik hier gewoond. Toen ben ik tijdelijk weggegaan en ik ben na verloop van tijd ben ik weer teruggekomen naar mijn oude stekkie. Hoe heet die straat? Mijn straat hier is de Vallenoeta en dit is de van Paradeerstraat waar we nu staan, die weggemaakt is. Dit is de Paradeerstraat. Oké. Hoe heet jij? Elkan. Wil je even iets vertellen over deze wijk? Nou, we staan nu onder de kastanjeboom. Die bestaat al heel lang. En kijk, kun je daar even aanwijzen? Daar zit een kastanje. Waar woon jij eigenlijk? Ik woon nu in de Van der Heijdenstraat. Daar ben ik dus nu 5, 6 jaar geleden weer teruggekomen wonen. En wij proberen daar met z'n allen weer een lekkere buurt te maken zoals vroeger het eigenlijk was. En de verhuurdingscommissie die helpt er al mee. Die zijn mee met z'n allen een beetje mee bezig om eigenlijk de oude wijk, de oude buren, alles weer een beetje met elkaar en eens alleen te krijgen, dat iedereen gezellig met elkaar omgaat. Hoe vind je omdat hier een nieuw slootje is?
Als ik het nou zie, krijg ik gewoon rillingen in mijn, over mijn rug heen. Omdat ik zelf hier vroeger geboren ben. En dan zie je nou in één keer een hele kale vlakte. Ik vind het, aan de ene kant vind ik het jammer. Maar mijn hart is wel blij dat alles weer mooi opnieuw opgebouwd wordt. Gewoond. Ja, 31 jaar. Dat is niet altijd. Daarom kom ik af en toe nog hier, maar de heen is er wel. Ik ben nog niet zo heel lang weg, maar ja. En wanneer kan je terug? Ik denk anderhalf jaar dat het wel klaar is. We hebben vaak nadelig gepraat over deze week, maar als je mensen hebt die nog iets van elkaar over hebben, en dat was hier altijd. Dus het was eigenlijk in de familie hier, zo samen met allemaal. Vind nu? Ja. Een puinzooi. Jullie dan? Ja. Niet? Jawel. Moet je de andere niet kant op filmen? Niet dan is het. Helemaal gek van. Nee, ik vind dat wel leuk hier. Voor 3 jaar. Even kijken. Nog meer vaak? Ja. Hoeveel jaar ben je? Ja. Oh, moet je dat nou echt weten? Ja. Dat heeft dat niks met interview te maken? Ja. Oké, 35. Nog meer? Ja. Nou. Hoe voel je in dit huis? Ik mis toch mijn oude huis. Waarom? Ja, omdat ik daar heel lang heb gewoond. Hier is toch niet? Weer nieuw. Het is net of ik hier op vakantie ben. Zo voelt dat in. Hoe lang woont je nu hier? Ik hier net een maand. Oh, fuck. En zij gaat ook nog verhuizen. Ja, over 3 jaar ga ik weer terug. Waar ga je in? Naar mijn oude huis. Dan heb ik een nieuw bouw en dan ga ik naar een nieuw huis. Nog meer? Nee. Ja. Ja. Welke straat woonde u bij de oude huis? Wat straat? Straat? Bij de speeltuin. Ik vind het, de huizen zijn er misschien wel aan toe, maar sommige bewoners denk ik dus niet. Want dat is een beetje jammer, hè? Precies.